Goed mensen, ik ben Sam, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Game Dev Tycoon. Jongens, ik heb hartstikke veel zin in. Iemand heeft heel vaak Xithrim gespeeld en hij vindt het geweldig. De computer controlled entities in this game are so incredibly convincing that I cough myself taking the times. Xithrim is really deserved. The top spots. Wauw, ik kan niet meer praten deze aflevering. Holy shit. Hij vindt het in ieder geval een geweldige game. En moet je zien, jongens. Trent is nu Strange Combination. En wat gaan wij doen? Een tennissimulatie maken. Yes. Een serieuze tennissimulatie gaan we maken. Een tennis-RPG. Een tennis-RPG. Hoe klinkt dat? Of een tennis-adventure. Een tennis-adventure. De trend is nu Strange Combination. Ik denk dat dit wel goed is. En dan doen we het natuurlijk op de Nintendo. Betalen we er 200.000 voor. Fucking veel. I know. Mario Tennis RPG versie. Nee. Mario Tennis RPG. Ik denk dat dit wel goed wordt. Ik denk dat dit wel mooi is. Als dit gaat lukken, dan is dat mooi. De engine heeft helemaal niks te maken met dit. Gameplay en story en quest. Vooral met adventures. Dat is belangrijk. Yes, gooi het er maar in. Gaat superveel kosten weer. Maakt niet uit. Ik wil dat ik een hitgame weer maak. Dialogues, bam omhoog. AI, level design iets omhoog. AI iets omlaag. En look at that. Die sales ook, 121k. Wauw. World design omhoog. Graphics, sound iets omhoog. Dit kan wel alle twee een beetje omlaag. Zo, hoppakee. Kom maar op. The hype is real. Yes. Oh, er zat nog een bug in. Kijk, hoppakee. Hebben we een nieuw record? We hebben inderdaad een nieuw record. Level up, story in quest, dialogues, 3D graphics versie 2, level up. Nice. Yes. I like a lot. Generate game report. Oké, review. Oh, nacht. Een 9, een 7. Ah, is goed. Weet je, is prima. Ik ben niet blij mee. Een 8, oké. Nee, is goed. Nee, ik ben niet blij mee. Het is een trend. Mensen willen dit even. We kunnen een spy kunnen we gaan doen. Ik weet niet of dat handig is. Ik denk dat ik beter game tutorials of iets dergelijks. Character progression. Oeh, 2D graphics. Oh, dat ziet er wel mooi uit. Ik denk dat ik better AI kan doen. Dat is heel erg duur, maar ik denk dat het wel handig is. Oh, hij verkoopt niet zo superveel. Ik dacht dat hij... De trend is denk ik net voorbij. Ik denk dat letterlijk de trend net voorbij is toen ik dit wou doen. Research, wat kunnen we doen? We kunnen wel even wat contractwerk doen. Hier, hoppakee, even wat easy money fixen. Hoppakee. Dan gaan we in ieder geval niet bankrupt uiteindelijk. Oh nee, je gaat werken! Ja, goed zo. Oké, thank you. Thank you. Dat ging bijna verkeerd. Playtest. Ja, joh, is helemaal goed. 10-8. Nou, dat is zo voorbij. Voilà. En ik denk dat ik trouwens wel tijd is om een nieuw persoontje erbij te hiren. Ik denk dat het wel handig is. Budget is... 20k. Dat is niet veel. Veel, I know, maar... ik heb niet zoveel geld. Mario Tennis RPG, 56k. Nice. Install micro... wat is... Mirkonsnoft. Right. Kijk. Let's do this. Hij is heel veel technology. Is misschien wat we nodig hebben. No. Wat is de speed? 237, 101, 148, 290. Deze is goed. Nee, deze is beter trouwens. Logan Dansen. Hij is wel duurder. Maar deze heeft meer technology punten. Hij is wel slower. Maar het scheelt ook niet. Ik ga deze doen. Oké. Design is min 1. What the fuck? Hoe dan? Oké. Wat is dit? The gaming color. Nice. But we are not sure if the success of the original gambling. But we cannot wait. Dat maakt niet uit. Weet je wat? Waarom wordt hij op vakantie of zo? I don't know. Ik weet niet wat het is.
Ik zit te denken, we kunnen een publishing deal maken wat echt extreem veel geld gaat opleveren. Maar heel erg gevaarlijk kan worden. Minimaal score 5. Upfront pay 75k. Royalties 9% is veel hoor. Minimale score 5. Wat moeten we hebben? Any topic, any genre. Legend of Zelda incoming. Like, seriously. Ik denk... dungeon simulatie, dungeon strategy. Ik denk dungeon strategy is wel vet. En dan dungeon and dragons. Yes, I like that. Contarix HD. Nice. Ik denk dat dit nog best wel vet wordt. 3D graphics. 270k is veel. Ja, we doen het. Kom op, laat dit een goede game zijn. We hebben dit serieus nodig. May the gods of the games be with me. Dungeon strategy, wat heeft hij nodig? Engine heeft niet echt nodig. Gameplay vooral. En story and quest. Yes, cheat codes. Ik ga gewoon alles erin houden. Ik zet mij op de gameplay. Story and quest heeft heel veel technology denk ik nodig. Dus gooi ik Paul Press erop. En Longe, jij hoeft geen hele fuck te doen. Je gaat aan de engine werken. Alsjeblieft, laat het een goede game zijn. Contractwerk. Oké, medium size contracts have now been unlocked. Cool, daar ben ik toch nu nog maar bezig, of niet? Wat is dit? I'm fans of the Wombola oil limit. I'm writing because of your high reputation and trustworthy. Or no, in your set. What? It's fishy. We've deposited the amount at the safe bank and will transfer the money to you, but the bank requires confirmation from you. If you wish to receive the funds of this transfer, you must... Ik ga het doen. Ik ga het gewoon proberen. Ik weet niet of het echt is. Ik denk niet dat het echt is. Ik denk dat het nep is. Ik denk serieus dat het nep is, maar je weet het niet. AI in dungeon heeft heel erg nodig. Jij gaat maar aan de AI. Ik ga wel aan de level design en Paul Press aan de dialogues die niet zo super belangrijk zijn. Oh my god, mijn cash loopt heel erg naar achter. Ik krijg denk ik die 2,5 miljoen niet. It's crap, niks aan te doen. Stom van me. Graphics wat omhoog, Paul Press, jij gaat aan graphics. Nee, ik moet aan graphics trouwens. Paul Press, jij gaat maar aan de world design. En Logan gaat aan sound. Ik denk dat het wel goed gaat. Oh my god, kom op. It appears to really have fallen the victim. God damn it. Shit. Dat is dus een scam. Ik ben mijn geld kwijt. Niks meer aan te doen. Fuck. Nee, ik wil niet naar de E3. Daar heb ik geen genoeg geld voor. Oké, release. Geen nieuw record. Als het dan maar een 5 krijgt. Anders ben ik serieus fucked. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh, dit is echt heel erg. Wow, hij verkoopt veel. Wow. Oeh, boss, our office really needs a renovation work and our computer systems are also out of date. Investing a little bit in a modern office. Upgrade computers will be great. Do you want to renovate the office? Ja, doe maar. Oh, new office. Yes. Oh, dit ziet er mooi uit. Lowood Productions, the game doesn't live up to expectations. Sorry. Maar het geeft me wel extreem veel geld. Wat is dit? Oké, wil ik niet. Generate game report, please. Identification. En jij? Ik ga dat... researchen. Nee, dat heb ik... je gaat spy research. Oké. Wat is dit? I don't care. We gaan hard, maar ons geld gaat ook weer heel erg glitchy. Omhoog, omlaag. Best wel jammer is.
Het gaat nu wel erg omlaag. 978k is weinig. Crap. Platform genre match. Strategy en de Nintendo is slecht. Shit. Oh, we kunnen iemand bij doen. Boss fights. Robot monster. Hedgehog. Rabbit. Duck. Cool edgy. Oké, leuk. In 2 months of the game. Oké, I don't care. I don't care. Research. New topic. Movies. Oh, vet. Dan kunnen we een movie game maken. Research. New topic. E-sports. Oh, e-sports. Point and click adventure. Oh. Weet je wat er nu aankomt? Een point and click adventure. Nou, dat kan fucking vet dingen zijn. En we kunnen een League of Legends stijl iets maken. Yes, jongens, ik wil u hartelijk bedanken voor het kijken van deze aflevering. Als je hem leuk vond, vergeet dan niet even op de blauwe duimpje te klikken. Ik vind het wel wat leuk. Jongens, bedankt voor het kijken. Check me bij de volgende aflevering van Game Dev Tycoon. Bedankt voor het kijken. En ik zeg, peace!